Goedenavond iedereen en welkom op deze virtuele lezing van WINAC, gepresenteerd door professor Tim Verdonk. Tim heeft vroeger bij ons aan de Universiteit Antwerpen zijn master behaald. En hij is nu al een hele tijd professor aan de KU Leuven en sinds 2019 ook aan de Universiteit Antwerpen. Hij is lid van de onderzoeksgroep Toegepaste wiskunde. En hij is onder andere BNP Paribas Fortis Chair. Vandaag gaat hij iets vertellen over fraudedetectie met behulp van statistical data science. En hoe die samenwerking met BNP Paribas Fortis verloopt. Nog een tof detail is dat hij ook vroeger bij WINAC gedoopt is. Ik zou zeggen, geniet ervan. Als je vragen hebt, mocht je die op het einde van de lezing stellen, omdat er een beetje vertraging zit op wat dat wij streamen en wat dat jullie te zien krijgen. Dus hou die vragen voor het einde. Die kun je dus in de chat stellen. En geef ik nu het woord aan Tim. Oké, bedankt Thomas voor de introductie. En bedankt om toch nog de moed te hebben om op vrijdag nog een online lezing te volgen. Met ons ondertekend, waar dat hij dus eigenlijk doctoraatstudenten financieren om eigenlijk open onderzoek te verrichten. En dat onderzoek bevindt zich rond fraudedetectie. En dus het doel van die leerstoel is eigenlijk om nieuwe methodes te ontwikkelen, gebaseerd op statistiek en machine learning, om zo eigenlijk paymentfraude te detecteren en ook om die verschillende predictieve modellen te evalueren en kijken hoe dat die bijvoorbeeld meer expert-driven technieken kunnen helpen. En op die manier hebben we ook toegang tot een heel unieke dataset. En de eerste doctoraatstudent die dat daarop heeft gewerkt, die is dit jaar context van payment fraud te schetsen. We hebben eigenlijk iemand die dat een bepaalde betaling doet, en die persoon hier, en dat kan via verschillende kanalen gebeuren. Dan gaat dat door een soort van payment engine en dan komt die terecht bij een andere rekening. Ja. En deze personen die zijn dus in onze dataset altijd klanten van BNP Paribas Fortis, dus we hebben ook wel informatie over die klanten zelf, uiteraard. Over dan die betaling zelf krijgen we informatie te zien, verschillende data. En dan van de beneficiary, de ontvanger, afhankelijk of dat die een klant is van BNP Paribas Fortis of niet, hebben we daar uiteraard meer of minder informatie over. En zelfs binnen deze context zijn verschillende types van fraude mogelijk. En een bekend type hierin is bijvoorbeeld phishing, waar dat eigenlijk een fraudeur probeert om je pas woorden of credentials door het versturen van valse e-mail en zich voor te doen als iemand anders. En als die dan uw wachtwoorden et cetera heeft, gaat die persoon uiteraard onder u en met die gestolen informatie gaat die een transfer doen. Typisch dan vrij veel van uw rekening halen en die uiteraard op een andere rekening zetten. Wordt vaak dan een money mule genoemd soms. Is die persoon er dan mee weg? Soms loopt dat via een paar tussenstappen om dan zo snel mogelijk ook dat geld natuurlijk van die rekening te halen. Een andere voorkomende is bijvoorbeeld hacking, waar dat dan eigenlijk de personen via het installeren van malware op een of andere van uw toestellen en zo informatie steelt en dat doet. De technieken die dat ik uitleg zullen dus vooral die dat we bestudeerd hebben in de context van die leerstoel met BNP Paribas Fortis, dus binnen die payment fraude voor de financiële wereld. Maar de technieken zijn eigenlijk ook ruim toepasbaar. De voorbeelden daarvan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een samenwerking met Allianz, waar dat we voornamelijk op topics als reserving en pricing werken. Maar ook daar samen met een iemand van Allianz die dat tegelijkertijd een bakenlandmandaat had, werken we ook op fraudedetectie. Dus ook binnen voornamelijk dan niet-leven verzekeringen. En ik ben ook
betrokken bij een consultancy bedrijfje in Gent, genaamd Boltzmann. En ook daar hebben we al verschillende projecten gedaan binnen fraude, zowel voor de financiële wereld als de verzekeringswereld, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld die foto hier was toen dat we de Beehive Fintech Hackathon wonnen. En dat heeft ook geleid tot eigenlijk een project in anti-money laundering. Maar met onze onderzoeksgroep is er bijvoorbeeld ook nauw contact met personen binnen de Europese Commissie. En kijken wij dus op fraude, customs fraude. En uiteraard, die technieken zijn meestal vrij algemeen toepasbaar binnen verschillende contexten. Waarom is het de moeite dat bedrijven in het algemeen geld investeren in het detecteren en het voorkomen van fraude? Wel, het is geweten, hè, dit zijn nu een paar nummers dat ik van websites heb genomen, maar het is geweten dat eigenlijk die verliezen door fraude, dat die zeer hoog kunnen zijn. En bijvoorbeeld hier op de website van die Association of Certified Fraud Examiners, daar staat op dat eigenlijk een typisch bedrijf ongeveer 5% van zijn omzet verliest aan fraude elk jaar. Als we kijken binnen de Europese landen, voor een verzekeringsmaatschappij is eigenlijk 5 tot 10% van de claims rond niet-leven verzekeringen, die rond creditcardcompanies, verliezen ongeveer 7 cent per $100 van transacties. En uiteraard, die $100 is niet een winst. Hè. Dus 7 cent per $100 transactie wordt er verloren. En er wordt wel geïnvesteerd in die fraudedetectie. Maar uiteraard, hè, met de technologie die verschijnen en die dat alles makkelijker maken, hè, voor ons, voor klanten, ja, dat leidt ook vaak tot mogelijkheden voor fraudeurs om fraude te plegen bij verschillende bedrijven. Dus we zien eigenlijk dat fraude eigenlijk vaak tegenwoordig heel georganiseerd is. Dat gebeurt soms dat iemand een opportuniteit ziet, maar heel vaak zijn dat toch wel georganiseerde groepen die dat echt bepaalde bedrijven targeten om zoveel mogelijk winst te maken. Proberen om zoveel mogelijk zich te laten voordoen of dat die gewone klanten hun technieken ook echt aan de fraudedetectietechnieken waar dat een bedrijf mee komt. Dus als een bedrijf bepaalde regels doet, zien we toch wel na een bepaalde periode bij veel bedrijven dat er dan toch een fraudegeval komt dat die regel probeert te omzeilen. Dus het is echt wel in die wereld een kat-en-muisspel. En binnen fraudedetectie is inderdaad het toepassen van machine learning technieken nu een belangrijk middel, maar ook langs de andere kant, bij die fraudeurs, is eigenlijk ook die passen ook heel geavanceerde technieken toe. In vergelijking met andere machine learning projecten, wat is nog heel atypisch of verschillend met een fraudedetectieprobleem, dat is dat, hoewel dat er terwijl fraude wordt gepleegd, blijft die natuurlijk. Je kijkt op het aantal goede transacties dat bijvoorbeeld een bank heeft, is het aantal fraudetransacties uiteraard zeer klein. Die zitten vaak ver onder de 1%. Dus we hebben een heel ongebalanceerde dataset. Ja. Dus daar moeten we mee oppassen, hè, want als je heel veel statistische technieken zomaar zou toepassen op die data, ja, dan kan je een heel hoge accuraatheid krijgen door gewoon als uitkomst van je techniek te krijgen, alles is goed, we hebben nooit iets fraudeleus. Ja, omdat we die imbalance, die ongebalanceerdheid in die dataset hebben. Ja. Dus er zijn uiteraard veel meer goede dan slechte observaties, transacties, etc. Ja, dus dat is wel belangrijk bij het opzetten van dit businessprobleem ten opzichte van andere applicaties. Bijvoorbeeld in churnpredictie en in kredietrisico is er ook wel die imbalance, maar bij fraude is die echt wel. En verder moeten we natuurlijk ook opletten dat we niet te veel goede klanten lastigvallen. We kunnen natuurlijk elke account blokkeren en die persoon opbellen en enkele vragen stellen. Maar dit kan dan natuurlijk ook leiden dat goede klanten weggaan of we mogen die ook niet lastigvallen. Ja. Dus die zoeken naar die speld in de hooiberg en we moeten dat op een georganiseerde manier doen.
Wat zijn dan belangrijke eigenschappen of karakteristieken van een succesvol fraudedetectiesysteem? Wel, het is natuurlijk belangrijk om te kijken naar die accuraatheid, die statistische performantie. Hoe goed doen wij het? Hoeveel van de fraudegevallen detecteren wij? Hoeveel vals positieve, hoeveel vals negatieve hebben wij? Dus dat is belangrijk om daar natuurlijk binnen elk mining of machine learning project naar te kijken. Maar verder zitten we in interpreteerbaarheid belangrijk is. Dus heel vaak is het zo, ik geef nu fictieve cijfers mee, maar stel bijvoorbeeld dat een bank 1 miljoen transacties per dag heeft. Ja, en op een gewone dag zal misschien één fraudegeval voorkomen, vaak geen enkel fraudegeval voorkomen, soms misschien eens twee fraudegevallen voorkomen. Ja, dus we moeten proberen die zeker te vinden. Nu, die miljoen transacties gaan bestuderen door fraude-experts, dat is bijna niet meer te doen. Dus is het vaak het doel van die technieken om bijvoorbeeld uit die miljoen transacties 100 transacties te selecteren en die 100 kunnen in detail worden onderzocht door de fraude-experts. Als wij dan van die miljoen 100 transacties selecteren, is het natuurlijk interessant om aan die fraude-experts te kunnen meegeven waarom wij welke transactie als verdacht vlaggen, waarom dat wij die aanduiden als verdacht. Dus die interpreteerbaarheid is vaak wel belangrijk. Dus heeft het zin om met whitebox modellen te werken of anders op een of andere manier die blackbox modellen te kunnen openen en kijken naar een soort van feature importance met bijvoorbeeld technieken zoals SHAP en LIME. Weet ook, in veel gevallen, in veel business applicaties, als we bijvoorbeeld naar de financiële of de verzekeringswereld kijken, wordt daar ook gekeken, gecontroleerd door een bepaalde regulator en solvency. En daarvoor wordt ook vaak die interpreteerbaarheid van die modellen vereist. We moeten vaak snel zijn. Denk bijvoorbeeld bij de banken, hebben we die instant payments. Je kan nu zeggen dat een transactie ontzettend snel moet gebeuren. Dus wij moeten ook heel snel beslissen of dat iets mogelijk fraudeleus is of niet. En of dat we die transactie blokkeren. Economical cost, dat is natuurlijk meer vanuit een bedrijfsaspect. We hebben daar ook wat onderzoek op gedaan waar ik straks over ga spreken. Dus is het zinvol om elk fraudegeval te vinden of zoeken we enkel bepaalde fraudegevallen? Uiteraard gaat er ook een kost met implementeren, het ontwikkelen van die techniek. Die fraude-investigators moeten ook betalen. De datasets die dat we best meenemen, maar dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol. En dan het laatste, een heel belangrijk aspect is, welke variabelen mogen wij meenemen? Wat mogen we doen met betrekking tot de regelgeving? Het is dus heel belangrijk om eigenlijk met elk businessprobleem snel samen te zitten met mensen vanuit rechten, die dat eigenlijk mee laten weten welke variabelen inderdaad mogen gebruikt worden. Als we bijvoorbeeld denken aan gewoon verzekeringen in de Europese Commissie. Discriminatie mag zijn op basis van geslacht. Dus bijvoorbeeld als je een verzekeringsproduct wilt prijzen, mag je niet discrimineren op geslacht. Dus je kan die variabelen ook niet meenemen in een uiteindelijk pricing model. Dus hier ook belangrijk om te weten welke variabelen mogen we gebruiken. Ethics en AI is uiteraard ook superbelangrijk. Privacy van de klanten heel belangrijk. Dus heel belangrijk om eigenlijk met een disciplinair team aan zo'n fraudedetectie te werken. Zowel mensen van rechten, de echte fraude-experts die het businessprobleem kennen, computer scientist, statistici, om dan de algoritmes te bekijken en ook te kunnen laten werken in de praktijk. En dit geldt natuurlijk in het algemeen voor fraudedetectieproblemen. Hoe kunnen we dan zo'n bepaalde score met behulp van machine learning technieken? Wel, laat me daar twee zaken over zetten. Heel veel bedrijven momenteel werken al met een uitgebreid data science team, proberen die fraudescore op een data-driven manier te bekomen. Maar
voordien, of in sommige bedrijven nog altijd, met expert-driven approach gewerkt. De fraude experts leren, hoe kunnen we die voorkomen in de toekomst, en vals dividendregels geprogrammeerd, geschreven, om te kijken of niet. En dan eigenlijk doorloopt je proces, als je dan doorloop je een heleboel geslijt tot het optellen van bepaalde scoren. En dan bijvoorbeeld de 100 observaties met de hoogste score zijn digitale transformatie en de mogelijkheid om meer data, om data te detecteren. Het aantal variabelen, het aantal features, de dimensie van die dataset stijgen enorm. Fraudeurs worden ook heel georganiseerd, dus die slagen erin om echt wel steeds minder op te vallen in die dataset. En daarom is het heel interessant om te kijken hoe kunnen we die inzichten van de experts complementeren met machine learning tools om echt patronen in die data te herkennen, om uitschieters te zoeken die dat dan hopelijk overlopen heel sterk in een... In geen man versus machine approach, maar wij moeten samenwerken en wij zullen met behulp van die statistische en machine learning technieken de experts meer inzicht te geven in de data en op een snellere manier. Dus het is echt een samenwerkingsproces en ook om onze tools goed te laten werken is het ook nodig dat wij inzicht te krijgen in die data om op die manier een goede fraud score of suspicious score te bekomen. Als we dan zo'n data-driven approach hebben, is het vaak ook wel eenvoudiger om dat model te onderhouden dan dat dat op basis van regels is die dat door sommige personen zijn toegevoegd. En wanneer is een regel te oud? Wanneer moet een bepaalde cut-off-waarde aangepast worden, et cetera? In die context is het ook eenvoudiger vaak om met machine learning technieken te werken. En natuurlijk, zoals in elk businessprobleem, in de praktijk, steek je collect pre-processen van die data. Ja. Je gaat data toevoegen uit verschillende data sources. Hè. Je krijgt hier bijvoorbeeld in die payment context hebben we informatie over die BNP Paribas Fortis klant. Hè. Dat is dan vrij statische informatie. We hebben informatie over die transactie. We hebben ook informatie over vroegere transacties van die klanten. Kunnen we bijvoorbeeld een aantal tijd teruggaan? En dan kan je bijvoorbeeld features creëren van in de laatste 6 maanden, hoeveel transacties heeft die persoon gedaan met hetzelfde bedrag als de transactie dat nu gebeurt? Hoeveel keer heeft die dit authentication methode gebruikt? Dus we hebben heel veel statische informatie, maar ook heel veel dynamische informatie. En we willen die data... bronnen met verschillende granulariteit willen we samenvoegen in uiteindelijk een datamatrix met en observaties, p-variabelen, om die data is al een uitdaging op zich. En dan komt het natuurlijk ook bij het pre-processing nog heel veel uitdagingen. Er zullen missings in die data zitten, er zullen uitschieters in die data zitten, er zullen errors in die data zitten. Het gaat interessant zijn om zaken bij elkaar op te tellen. Dus die pre-processing neemt vaak 70-80% van uw tijd in beslag. En dit is ook een heel belangrijke stap om de performantie van uw uiteindelijk model te verbeteren. Het bekende garbage in, garbage out proces. Indien die data dan wat gepre-processed is, dan hebben we bijvoorbeeld wat individuele kenmerken van de klant. We hebben wat features opgesteld op basis van account behavior van de klant. En dan, wat is niet man versus machine. Dus eigenlijk ook op basis van de kennis van die experten kunnen we bepaalde features creëren die dat we daar zeker insteken. En op basis van eigenlijk vorige regels die dat werden toegevoegd op basis van kennis en inzichten die daar vaak leiden tot een goed fraudedetectiemodel. Ja. Die regels willen we natuurlijk ook in dit machine learning model houden. Dus die willen we ook als features programmeren in dit model, zodanig dat ons model zelf ook kan beslissen welke regels nog belangrijk zijn en welke.
ging. We kijken hier eigenlijk naar historische data en voor die observaties weten we welke transacties fraudeleus waren en welke niet. Dus we gaan er hier vanuit dat we een historische dataset hebben met een heleboel observaties en voor elk van die observaties weten we welke in het verleden fraudeleus was of niet. Dan is het bedoeling om op die dataset met die target variabelen dan een model te bouwen, een model te trainen, zodanig als we dan in de toekomst een nieuwe transactie krijgen, waarvoor dat we al deze features kunnen uitrekenen, dat we dan ons model toepassen en dat we een bepaalde fraudescore krijgen voor die transactie, waardoor dat we dan bijvoorbeeld 10 miljoen transacties op één dag kunnen rangschikken van hoog verdacht tot heel weinig verdacht. Daarvoor moeten we natuurlijk dan kijken, welk model gaan we hier toepassen? Hè? Welk model gaan we hier selecteren? Hè? En vaak is het hier interessant om te beginnen met eenvoudige modellen. En we zitten hier in een klassificatieprobleem. Dus te kijken naar een logistisch regressiemodel, een decision tree. Heel simpele, tamelijk oude statistische technieken, maar die dat hele white box zijn, die dat we perfect begrijpen. En die dat ook eigenlijk de output van die modellen zijn ook heel duidelijk voor de experts. De output van dus op die manier een expert-driven approach naar een data-driven approach gaan, waarbij eigenlijk voor de experts ongeveer dezelfde output wordt gegeven. Dan kan je die technieken natuurlijk gaan uitbreiden. Logistische modellen kunnen we dan gaan uitbreiden met penalty terms of regularization terms, waardoor we dan in het framework komen van Lasso, ElasticNet en welke penalty term dan ook uw voorkeur geniet. Decision trees, dat zijn de reclassifiers, dus die willen we gaan verbeteren door het toepassen van ensemble methods. Daar kunnen we dan bijvoorbeeld bagging, boosting of random forest op toepassen, waardoor dat we heel veel trees gaan bouwen, al dan niet een slimme manier, een soort van model averaging techniek nemen voor onze output. En op die manier zitten we dan bijvoorbeeld in het framework van XGBoost, wat dan momenteel volgens bijvoorbeeld de website van Kaggle een van de beste predictieve modellen is voor zulke businessproblemen. En ook in onze context, die XGBoost leidt vaak tot heel goede resultaten. Andere technieken die dat wij dan ook hebben uitgeprobeerd zijn bijvoorbeeld neurale netwerken en support vector machines. In deze context en zeker in deze talk blijf ik in het gewoon het machine learning verhaal. En je kan dan ook neurale netwerken gaan uitbreiden naar meerdere hidden layers, zodanig dat je naar deep learning modellen, et cetera, gaat. Daar doen wij ook onderzoek in. Als iemand daar vragen over heeft, kunnen we er zeker eens over spreken, maar daar ga ik weg van blijven in deze talk. En in de meeste business toepassingen in bedrijven rond fraudedetectie, et cetera, wordt voornamelijk nog echt machine learning toegepast. Die technieken zullen ook aan bod komen in bijvoorbeeld mijn mastervak Statistical Data Science of bijvoorbeeld verder informatica in het professor toon. Feature engineering is dan ook heel belangrijk. Uiteraard door hier steeds een meer geavanceerd model toe te passen, ga je een betere performantie krijgen. Een andere manier om je performantie te laten stijgen, en waar wij ook erg in geloven, is feature engineering. En dit behelst heel veel stappen. Dit behelst zowel het toepassen van de juiste transformaties, mogelijk dimensiereductie doen, het extraheren of het selecteren van enkele features, maar ook de creatie van interessante features op basis van de data sources dat je hebt. En op die manier kan je er bijvoorbeeld in slagen om eigenlijk je dataset uit te breiden met heel veel variabelen. Het lijkt nu dat in die richting stijgt, maar we voegen hier dus aantal variabelen toe. Dus het aantal dimensies, het aantal features willen we op deze manier verhogen. En dat kan op verschillende manieren. Een belangrijke techniek, social network analytics, waar dat je... als je aan social network denkt, denk je misschien aan de film gerelateerd met Facebook. En dan denk je aan technieken zoals LinkedIn, et cetera. Dus hoe zijn mensen geconnecteerd met elkaar? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Wel, dat is ook waar dat hier zo'n social network is. Maar hier bouwen we dat dan op basis van de transacties. Dus wie doet transacties naar wie? Wie geeft veel transacties? En
we gaan er hier van uit dat fraudeurs andere fraudeurs zullen beïnvloeden, andere mensen zullen beïnvloeden. Dus als jij in dat netwerk dichtbij verschillende fraudeurs bent, ja, is de kans groter dat jij misschien ook fraude gaat plegen. Ja, en op die manier kan je extra features toevoegen op basis van zo'n netwerk dat je creëert op basis van je transactiedata. Hè. Bijvoorbeeld op dit... dit onderzoek dat ik hier presenteer, dat stond ook op de eerste onderzoek, is eigenlijk joint work met professor Bart Basis van de KU Leuven, van de faculteit Economie, Bedrijfswetenschappen. En daar hebben we bijvoorbeeld ook projecten gedaan binnen verzekeringen, waar dat er dan ook is gebleken dat via die features van sociale netwerken er soms inderdaad claims worden gevonden die dat op die manier toch frauduleus blijken te zijn en dat ook zo waren. Anomaliedetectietechnieken. Ik zal straks een aantal anomaliedetectietechnieken beschrijven. Dat wordt dan vaak in unsupervised modellen toegepast, maar je kan die ook op een of andere manier proberen als een feature toe te voegen in je predictief model. Ook tijdreeksanalyse kan je hier uiteraard ook toepassen en kan heel interessant zijn. Ook een soort van peer. Daar heeft bijvoorbeeld professor Hent, maar wat werkdetectietechnieken kunnen zeker ook interessant zijn. Ja, en dan kunnen we ook kijken naar, kunnen we externe bronnen gebruiken? Kunnen we nog extra data toevoegen binnen de bank of ergens anders? Hoe duur is het of hoe tijdrovend is het om die data toe te voegen? En we kunnen dan kijken, helpt dit extra? Ja? En dan ook, textmining technieken, sentimentanalyse, deep learning technieken, bijvoorbeeld bekijken van foto's, et cetera, kan zeker ook helpen. Bijvoorbeeld binnen verzekeringen, als je tegenwoordig glasschade hebt, wordt bijvoorbeeld vaak dat je een foto van je glasschade kan doorsturen via de app. Het zou ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld convolutional neural networks te gebruiken, om dan op basis van die foto's bijvoorbeeld een schatting te doen van de prijs. En dan die prijs te vergelijken met de offerte dat de klant geeft, om te kijken of dat hier al iets verdacht ligt. Het is zeer belangrijk en kan zeker leiden tot een hogere significantie. Je hoeft niet voor je eerste model al die features toe te passen, maar wanneer dat je een eerste model hebt, is het daarna interessant welke extra features kun ik aanpassen. Net zoals dat je start met een eenvoudig model en dat uitbreidt, kun je dus die twee zaken uitbreiden om een betere performantie te krijgen voor je model. Uiteraard binnen het project met de bank kan ik uitleg geven over alle features die dat wij daar hebben toegevoegd. Maar dit is bijvoorbeeld wel een voorbeeld van een extra feature dat wij hebben toegevoegd. Dat wel blijkt erg interessant te zijn, significant in dit fraudedetectie. Dus je moet je voorstellen, als je zo je krijgt een bepaalde transactie. En bijvoorbeeld over die transactie weten wij welke authentication methode gebruik je, iets me of iets anders. Wij weten om hoe laat dat die transactie gebeurt, et cetera. Tijdstip. Ja. Wij weten ook wie dat die... Okay, ik probeer hier nu een mannetje te tekenen, maar dat is niet echt een succes. Hè. We weten wie dat die transactie heeft verzonden. Ja. En we weten op welk tijdstip dat die transactie is verzonden. Ja. Nu, stel dat die transactie om 11 uur 's avonds gebeurt. Hè. Als dat een transactie van mij is, zal dat niet zo verdacht zijn, hè? Maar bijvoorbeeld als mijn grootmoeder een transactie doet om 11 uur 's avonds, dan zal dat wel verdachter zijn, hè? Omdat die jaar vast ritueel is familie of thuis kijken en daarna stilaan gaan slapen. Dus om 11 uur doet die niet meer zoveel transacties. Ja? Dus dat voelen we intuïtief. Dat kan een interessant kenmerk zijn. Hoe kunnen we daar nu een feature van creëren? Wel, voor de persoon die dat die transactie doet, kunnen wij teruggaan in de tijd en kunnen wij kijken de transacties dat hij in het verleden heeft gedaan, op welk tijdstip doet die persoon meestal die transacties. Ja, en dat kan je dan voortellen op een histogram. Ja, dat histogram zie je hier, 0 tot 24. Voor dat histogram, daar willen wij dan een verdeling op fitten, ja, een logische
verdeling om daarop te fitten is de von Mises-distributie. Die heeft twee parameters, een periodiek gemiddelde en een periodiek variantie. Dus die is eigenlijk zowat de tegenhanger van de normale, de Gaussische verdeling voor zo'n klokdata. Ja. Dus je kan eenvoudig zo'n verdeling fitten op die data van die persoon dat we krijgen. En als je zo'n verdeling kan fitten, dan kan je uiteraard ook een betrouwbaarheidsinterval opstellen. Ja. En dan hebben wij dus eigenlijk voor elke persoon kunnen wij een betrouwbaarheidsinterval opstellen. En als die persoon dan een nieuwe transactie doet, kunnen wij kijken of dat die transactie binnen dat betrouwbaarheidsinterval of buiten dat betrouwbaarheidsinterval gebeurt. En dan geven wij bijvoorbeeld een 1 indien het buiten dat betrouwbaarheidsinterval gebeurt, een 0 indien het binnen dat betrouwbaarheidsinterval gebeurt. Ja. Je kan hier ook natuurlijk, dit is nu een hard cut-off, je kan hier ook dat zachter gebruiken met hier een waarde 0,02, etc. Maar dit is wel een belangrijke variabele in ons model bijvoorbeeld. En op die manier, dit is nu het tijdsaspect, maar je kan dan kijken naar bijvoorbeeld RFM-features, die staan voor recency, frequency en monetary. Dus je kan kijken hoe recent gebruikt iemand een bepaald authentication methode of hoe recent heeft iemand een transactie gedaan rond diezelfde prijs of van die locatie. Ja, en dan kan je bijvoorbeeld kijken, voor bijvoorbeeld Alice, krijgt hij nu een transactie met deze authentication methode, maar die heeft dat nog nooit gedaan. Ja, dan zal die op die variabele vrij verdacht zijn. Let op, alle features dat wij hier gebruiken, die een verdachtheid aan. Een transactie doet. Het kan perfect zijn dat iemand plots voor de eerste keer iets mee heeft geïnstalleerd. Of die heeft een nieuwe gsm gekregen en gebruikt dat nu. Dat is allemaal heel logisch en die zullen dan meestal geen fraudeurs zijn. Maar dit helpt ons wel om die miljoen transacties te rangschikken en om de 100 transacties te vinden die dat het meest verdacht zijn. Waar dat dan waarschijnlijk misschien één fraudegeval tussen zit en vaak geen enkel. Ja, dus op die manier kan je, samen met het team van experten, kan je nadenken hoe kunnen we met behulp van onze data extra features creëren. Oké. Ik was heel even op de chat aan het kijken. Ik zie dat geluid regelmatig iets aan kan verhelpen. Goed. Oké. Prima. Volgende hoofdstuk dat ik kort wil bespreken is, omdat ik natuurlijk zeg, fraude is typisch een heel ongebalanceerde dataset. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar creditcardfraude, dan hebben we vaak, soms gebeurt dat één uit de 10 miljoen transacties fraudeleus zit. We zitten in elk geval vaak onder de 1% fraudegevallen. Ja, dus dat is natuurlijk ontzettend ongebalanceerd. Ja, en dat maakt het ook heel moeilijk voor onze statistische en machine learning technieken om die fraudeurs op een juiste manier te karakteriseren. Ja. En dus willen we op een of andere manier die ongebalanceerdheid verbeteren. Hè. Dus we zouden meer fraudegevallen willen, zonder dat we natuurlijk onze vrienden en kennissen waar dat we mee samenwerken. Of we zouden natuurlijk de niet-fraudeurs kunnen verkleinen. Maar stel nu bijvoorbeeld dat je hier 10 miljoen data hebt en je hebt slechts 100 fraudeurs. Je zou dan kunnen gaan van 10 miljoen, ik neem hier random, neem ik hier dan ook maar 1000 observaties uit. Maar uiteraard is dat ook wel heel jammer dat je veel moeite en geld spendeert om zoveel data te krijgen en dat je dan uiteindelijk van een dataset van 10 miljoen naar een dataset van misschien 1000 observaties gaat. Ja, dus je verliest natuurlijk heel veel informatie door dat te doen. Wat dan is, wil zeggen dat je dat voor een stuk zeker kan doen. En wat dat wij bijvoorbeeld ook zeker doen, is een soort van whitelisting. Afhankelijk van het probleem kan je bepaalde observaties zeker van zijn dat die niet fraudeleus zijn. Ja. Natuurlijk, hoe zeker ben jij daarvan? Dus het is ook wel heel belangrijk dat de observaties die jij whitelist, die jij zegt, die gaan we ook goed documenteren in uw
data science project, zodanig dat toekomstige collega's ook wel weten welke transacties jij onmiddellijk als goed beschouwt. Hier zouden wij bijvoorbeeld kunnen kijken, een transactie naar de politie. Dat zou waarschijnlijk niet fraudeleus zijn. Als we weten, oké, dat is het loon dat hij krijgt van zijn werkgever. Dan moeten we misschien niet naar fraude kijken. Dus samen met de experten kan je voor jouw context misschien kijken welke transacties gaan we in een eerste stap al onmiddellijk met een aantal expertenregels gaan we onmiddellijk zeggen, deze zijn zeker niet verminderen. Maar we zouden gevallen willen verhogen zonder uiteraard dat het bedrijf daaronder leidt. En dan een eerste manier wat dat je zou kunnen doen. En dan hopen dat die een aantal variabelen aanduiden of dat je fraudeleus bent, ja of nee. En dit kan dan zeker belangrijk zijn. Maar door zo'n persoon te dupliceren, ga je eigenlijk ook de variabelen die dat niet belangrijk zijn om fraude, ga je heel vaak zetten. Stel dat je toeval een variabele bijhoudt die dat bijvoorbeeld weergeeft... wat dat uw huisnummer is, en jij woont in huis nummer 6, als we dan plots dit fraudegeval 1000 of 10.000 keer gaan kopiëren, dan kan plots al dan niet in huis nummer 6 wonen een indicatie geven voor fraude. Dat willen we natuurlijk niet, dus we willen die fraudegevallen op een iets slimmere manier dupliceren. En daarvoor is er een heel bepalend paper in 2002 verschijnen van Shabla et al. En dat noemt SMOT, Synthetic Minority Oversampling Techniques, die dat eigenlijk extra punten in uw minority groep gaan toevoegen op een artificiële manier. En ik ga dat hier gewoon visueel uitleggen. Dus ik kijk hier gewoon naar twee dimensies om gewoon het algoritme uit te leggen, maar uiteraard kan dat voor zoveel dimensies als je wilt. Dus stel dat we hier een groep van fraudeurs hebben. Wat doet hij dan? Random selecteert hij methode 1 fraudeur. Die figuren zijn gemaakt door onze doctoraatstudent op de leerstoel, Sebastian. En die naam van die eerste fraudeur is dus mijn naam, Tim. Dan worden er 4 buren van Tim gezocht, 4 neighbors, die dat ook fraudeurs zijn. Dus hier selecteert hij bijvoorbeeld deze 4. Die 4 is een parameter die dat je in die methode kan kiezen, maar standaard. Uit die 4 buren die dat ook fraudeurs zijn, wordt er een eentje random geselecteerd. Hier heeft Sebastian dan voor Bart gekozen, de andere promotor van zijn doctoraat. En wat doet Smoot dan? Dan gaat hij eigenlijk een fraudegeval creëren tussen Bart en Tim. Dus voor alle variabelen van Bart en Tim gaat hij een soort van lineaire interpolatie doen. Dus als je kijkt naar die 2 variabelen hier, dan neem je bijvoorbeeld telkens de waarde van Tim. Je kiest een getal random tussen 0 en 1 en je vermenigvuldigt dat met het verschil tussen Bart en Tim. Zodanig, stel bijvoorbeeld dat voor fraude bepalend kan zijn hoe oud dat je bent. Dan zijn bijvoorbeeld Tim en Bart zijn allebei rond de 35 jaar. En dan zal ook die lineaire interpolatie iemand genereren die dat rond de 35 jaar is. Huis nummer 6, Bart woont op 200. Die nieuwe fraude ergens waar waarschijnlijk een getal krijgen tussen 6 en 2. Hier kunnen wij dus heel veel van die synthetische extra data toevoegen en dat ziet er dan uit als volgt. Allemaal wel op die lineaire lijn. Ik kan mij voorstellen dat een aantal mensen hier zeker vragen bij hebben en dat dit vrij ad hoc is. Ook dat paper zelf bevat niet superveel theorie, maar die methode is wel toegepast in heel veel businessproblemen met ongebalanceerde data. En heel vaak leidt dit wel tot een verbetering van uw performantie. Zeker als u zoals bij fraudegevallen echt zeer ongebalanceerde data hebt. Hoe goed dat dit werkt, hangt af van uw data, hangt af van uw businessprobleem en hangt sterk ook af van de classifier die dat je gebruikt. Dus dat wordt vaak met training en test gedaan. Ook, stel in fraude zitten we met minder dan 1%, willen we daar 50%? Nee, dat is absoluut niet nodig. Dus vaak is het voldoende om bijvoorbeeld naar 10, 90 de meeste methodes goed mee
weg. En je kan bijvoorbeeld 90, 10, 90 en 20, 80 om te kijken wat geeft het beste resultaat. Sinds het artikel in 2002 zijn er heel veel alternatieven voor SMOOT ontwikkeld. Die methodes die zijn geïmplementeerd in verschillende pakketjes in R, in Python, in Julia. Recent zijn er ook bijvoorbeeld, dit is een paper in Software X van een collega van Leuven, Seppe van den Broeke. Was in Leuven, maar is nu in Gent nog steeds betrokken met Leuven. En in 2019 die dat eigenlijk een R-pakketje heeft geschreven, die zo'n aantal van die methodes bevat. En ook dit is een interessant paper die dat ook een aantal van die methodes vergelijkt op verschillende datasets en ook besluit één winnaar is. Ja, dus ik heb hier echt maar een paar van geselecteerd. Ik denk dat er bij methoden die houden aan rekening. Met bijvoorbeeld, ja, als je zo extra datapunten toevoegt, is het belangrijk om eigenlijk hier op de lijn van die twee groepen meer punten te hebben. Dat helpt onze classifier. Hier extra punten genereren zal niet zoveel de performantie helpen. Dus daar, dat is iets voor dat bijvoorbeeld Borderline en Adassin naar kijken. Sommigen kijken dan ook, let op dat we niet, stel dat er hier ook een fraudegeval is, dan gaan we hier ook allemaal punten creëren. En we willen toch zorgen dat we niet te veel tussen die blauwe punten zitten. Waar dat dan ook MW majority weighted minority oversampling techniek en ook die rows heel hard op inspelen. We hebben recent ook een robuuste versie van die rows ontwikkeld en toegepast op een fraude en een churn dataset. Density based SMOOT is gebaseerd op DBSCAN. Je moet die niet implementeren. De meeste methoden staan wel in verschillendes beschikbaar en ik heb hier ook een aantal foto's toegevoegd opnieuw op heel veel die lijn. De borderline, die probeert dan hier niet vooral op die punten waar dat belangrijk is. Je ziet, dit wil je eigenlijk niet zo. Als je dan zo Adassin of Safe Level, die passen daar dan wat voor op, dat je dat niet doet. Dat is dan op basis van die DB-scan. Een WMOT die zorgt iets minder dat we op die lijnen zitten, maar dan moet je dan weer andere parameters kiezen. Roze is ook een techniek die dat, bij ons op onderzoek vaak wel goede resultaten geeft. Je moet natuurlijk hier ook die grootte van die ellipse, dat moet je zelf ook wel een beetje kiezen. Dus dat speelt ook wel een belangrijke rol. Wij laten die grootte dan ook iets meer afhangen van eigenlijk uw afhankelijkheidsstructuur, uw covariantiematrix. Maar je ziet, verschillende technieken zijn mogelijk. En dus ook, je moet niet naar 50-50, je kan naar een andere soort van gebalanceerdheid gaan. De meeste methodes werken goed met bijvoorbeeld al 10%, 90, 20, 80. Maar het is interessant om te kijken. Er zijn voorbeelden van datasets met 20-80, waar dat ze SMOOT hebben toegepast naar 50-50 en ja, toch de performantie verbeteren. Dus dat is een mogelijke methode. Dan, hoe evalueren wij nu die verschillende methoden? Een recent onderzoek van ons wil dan ook kijken hoe kunnen we die bepaalde kosten of benefits mee in rekening brengen. Dus bij fraudegevallen, je hebt heel veel mensen dat geen geld stelen. Je hebt dan een aantal fraudeurs. Ja. En natuurlijk, het aantal euro's of dollars dat die personen stelen, dat hangt natuurlijk ook van fraudegeval tot fraudegeval af. Dus ons dataset kan eruit zien als volgt, waar dat we uiteraard de dataset al iets meer gebalanceerd hebben gemaakt. We zien fraudegevallen hebben voor dit aantal personen of transacties. En dan hebben wij ons model ontwikkeld. We hebben een goed model ontwikkeld. We hebben feature engineering gedaan. We hebben heel veel gevoegd. We hebben die preprocessing goed gedaan. We hebben een goed model gevonden. En dus voor elke persoon beslissen wij of dat die een money mule is, fraudulent is, ja of nee. Of voor elke transactie maken wij zo'n beslissing. Ja. En als we dat dan toepassen op onze dataset, dan zien we dat we natuurlijk een aantal goede zaken doen. Er zijn een aantal fraudegevallen die dat wij inderdaad detecteren. Er zijn ook een aantal goede personen die dat wij foutief melden als fraude. En er zijn ook een aantal fraudegevallen die dat wij niet hebben gedetecteerd. Dus we willen natuurlijk een manier vinden om die performantie te bekijken. En in zulk binair klassificatieprobleem wordt heel vaak een confusion matrix opgesteld. Die ziet eruit als volgt. En hier hebben we de echte wereld. Dit zijn de echte goede of fraude gevallen. En hier, dat zijn de schattingen
dan zien we onmiddellijk dat de observaties op de diagonaal dat zijn. De stukken waar we gelijk hebben en de off-diagonaal elementen, daar hebben we fouten gemaakt. Maar dan kunnen we natuurlijk bepaalde performantiematen uitrekenen, zoals de accuraatheid, het aantal diagonale elementen op het totaal aantal observaties. We kunnen naar precision kijken, naar recall, sensitivity, specificity, F1 measures, etc. Dat dan allemaal rekening houden met zaken van, ja, als er van de fraudegevallen, hoeveel heb je daarvan gedetecteerd? Van de goeie, hoeveel heb je daarvan gedetecteerd? Van alle fraudegevallen die dat jij aanduidt, hoeveel zijn daar echt fraude van? Al die vragen willen we naar kijken en we moeten kijken naar zo'n combinatie van die performantiematen. Liefst dan nog rekening houdend met onze cut-off value, om te beslissen wanneer is iets negatief of positief. En dan kijk je vaak naar zo'n database, zelfs naar precision recall curves, en kan je ook kijken naar de oppervlakte onder die curves. Dus daar bestaat heel veel literatuur over, en dan vaak wordt je gekeken naar de oppervlakte onder een precision recall curve. Maar hier zitten we nog met een extra zaak, want uiteraard, dit zijn fouten en dit zijn fouten. Maar hier hebben wij bijvoorbeeld gezegd, dit kan fraudeleus zijn, maar in de realiteit is dat niet fraudeleus. Hier zeggen wij, dit is niet fraude, maar in de realiteit heeft die persoon €10.000 gestolen. En hier juist hetzelfde, maar deze persoon steelt maar €100. Ja. Dus we zien eigenlijk dat we hier een soort van imbalance ook hebben tussen die fouten dat we maken. Dus wij willen niet zomaar kijken, doet ons model het juist of niet juist? Ja, dus we willen eigenlijk een soort van cost-sensitive approach. En we willen een soort van rekening houden met de kost van binnen die fraudegevallen. Willen we daar ook kijken, hoeveel is er juist gestolen? We kijken naar een soort van performantiemaat. En daarvoor hebben wij in samenwerking met de bank volgende aangepaste confusion matrix opgesteld, waarvoor dat we zeggen, als iemand geen fraude pleegt en wij zeggen dat hij geen fraude is, dan gaat hij niet naar het fraudeteam, dat is een kost van nul. Indien iemand fraude pleegt en wij zeggen van niet, ja, wat is dan de kost? Dat is het geld dat die persoon heeft gestolen. Indien iemand niet fraude pleegt, maar wij zeggen van wel, hier beslissen wij een vaste kost en dat is eigenlijk de kost van ons model en de fraude-experts. Want dat heeft natuurlijk geld gekost om die persoon te onderzoeken. Hier zou je ook nog kunnen proberen, want dit is instance-based, terwijl dit is vast. Voor elke persoon hier geven wij dezelfde kost. Hier kan je nog proberen om dit ook instance-based te doen. Maar het is niet zo eenvoudig. Moet je proberen te voorspellen hoe reageert dat je bijvoorbeeld die transactie blokkeert en dat je die opbelt. Wat komt? En dit is dan fraudegevallen die we hebben gedetecteerd. Dus hier pakken wij diezelfde kost, het fraudeteam en onze modellen laten werken. Dus dat is een soort van kost. Die kost kunnen wij dan ook iets meer wiskundig schrijven. Maar op een vrijdagavond gaan we daar nu niet in details gaan. Maar dan, als je dat uitschrijft, krijg je die expressie. Als je die ontleent, sensitieve confusion matrix die we voordien zagen. Dan kunnen we de kost van een bepaald model beschouwen. En dan hebben we een soort van savings performance measure gedefinieerd, die dat eigenlijk de kost van uw model dat je implementeert bekijkt, ten opzichte van de kost van het model dat altijd zegt dat alles goed is. Dus als je geen model hebt, dus als je geen model maakt, of je zegt gewoon elke transactie goed, dan noem je geen model. Wat is de kost daarvan? En op die manier standaardiseren we eigenlijk de kost van ons model. En dat noemen we dan eigenlijk onze savings performantiemaat. En dan kunnen wij verschillende technieken gaan vergelijken op basis van die savings performantiemaat. En waar dat je hier dus ziet, de kost van het model zonder iets is natuurlijk gewoon de som van alle fraudegevallen. Want die zijn allemaal gestolen dan. Dit is dan hetgeen dat wij... Dat is dit natuurlijk, dat is die noemer hier. En wat staat in de teller nog? Ja, de som van alle fraudegevallen die dat wij wel detecteren, dus die dat wij wel hebben gedetecteerd, dat is met deze constante. En voor al die hebben wij natuurlijk ook een kost. Ja. Dan kunnen wij al die tools gaan vergelijken op basis van die savings. Maar nu zijn wij ook nog één stap verder gegaan, want wij hebben nu gekeken hoe kunnen wij nu... machine learning model eigenlijk
gaan optimaliseren naar deze performantiemaat. Want wij willen niet dat een fout als een fout wordt aanzien. Voor ons is niet elk fraudegeval hetzelfde. Als iemand 100.000 euro steelt, dat is belangrijker om die te vinden dan dat iemand 10 euro steelt. En daarvoor starten we nu gewoon met een logistische regressie en een simpel model om zo'n klassificatieprobleem op te lossen. Dus we nemen gewoon een lineaire regressie en we passen zo'n sigmoid-transformatie toe. En dan kunnen wij eigenlijk die objectieffunctie aanpassen, zodanig dat we die performantiemaat erin steken en dat we dat eigenlijk willen. En we willen die expected cost, die willen we minimaliseren. Ja, en dat is nu onze nieuwe functie. En we voegen hier ook een L1-penalty toe, de Lasso-penalty, om verschillende redenen. Als we dan zo'n cost-sensitief logistisch regressiemodel toepassen, dan zien we dat inderdaad onze optimale parameters en uiteraard, als wij die modellen dan vergelijken met maat, ja, dan zullen wij het ook beter doen. Want natuurlijk, die cost-sensitief methode, die optimaliseert juist voor die savings, dus we zullen meer geld besparen op die manier. Ja. Maar we moeten dan ook naar meerdere zaken kijken en dat is nu eigenlijk onderzoek dat we op dit moment zijn aan het doen, samen met Bart Basens en ook zijn collega Wouter Verbeke van de KU Leuven en een nieuwe doctoraatcent gefinancierd door de bank. En dan zou ik het de laatste 10 minuutjes nog willen hebben over anomaliedetectie. Of eigenlijk dan gaan we naar unsupervised. Op dit moment hebben we altijd gekeken, i is f van x. We gaan er altijd vanuit dat we naar historische data kijken. Waar dat we voor weten wat was fraudeleus en wat een nieuw soort fraude ontdekt. Dan gaan we dat met onze modellen ook niet vinden in de toekomst. Ja, dus soms kan het interessant zijn om enkel naar de X-matrix te kijken, ja, om ons enkel hierop te baseren en om dan te kijken, ja, wat zijn uitschieters of afwijkende data in deze, afwijkende observaties in deze dataset, ja, in de hoop dat we op die manier fraudegevallen kunnen detecteren. Ja. Maar we hebben natuurlijk geen garantie dat onze anomalies juist fraudegevallen zijn. Ja. Dus die anomalie kan belangrijk zijn als pre-processing stap, ja. Kan belangrijk zijn als resultaat om in te steken in uw predictor matrix van uw predictieve modellen, of kan interessant zijn als techniek op zichzelf om fraude te detecteren en om dan ook nieuwe soorten fraude te detecteren, omdat we niet geloven in onze historische data. Ja. Dus voor mij is het maar beter een NN. Richt u zeker op die predictieve modellen, maar probeer ook unsupervised tegelijkertijd en probeer die methodes te combineren en probeer die kracht te combineren. Er bestaan heel veel anomaly detection technieken in literatuur, zowel komende van statistiek als van computer science, machine learning. Mijn achtergrond is eigenlijk robuuste statistiek, dus dat is eigenlijk een onderzoeksgebied binnen de statistiek die dat zich richt op technieken die dat eigenlijk de meerderheid van de data willen fitten. Dus die probeert niet alle observaties in uw data te fitten, die probeert de meerderheid van de data te fitten en daardoor zijn die minder sensitief aan uitschieters. En daardoor zijn die ook veel betrouwbaarder om afwijkende data of uitschieters in uw dataset te vinden. Ja, en in Leuven ben ik dan betrokken bij de onderzoeksgroep in robuuste statistiek. Dus daar zijn we met 4 professoren. Ook heel veel code beschikbaar en de papers van die groep. Voornamelijk nog in R. Maar verschillende technieken zijn ook in Python geprogrammeerd. We hebben recent ook zelf een package in Python uitgebracht. Een voorbeeldje van die robuuste statistiek, heel simpel. Laat ons eerst eens kijken naar univariate anomaliedetectie. En in univariate data worden uitschieters soms gedetecteerd met behulp van het uitrekenen van een z-score, wat dat gewoon je data standaardiseren is. Dus je doet min uw gemiddelde, je deelt door je standaarddeviatie, typisch klassieke steekproefgemiddelde en klassieke steekproefstandaarddeviatie, en je kijkt of die waarden in absolute waarde groter zijn dan 3. Uiteraard gaat dit ervan uit dat je data wat elliptisch verdeeld is. Dus als je heel scheve data hebt, is het interessant om eerst een soort transformatie toe te passen. We
eventueel met behulp van Box Cox of Jo Jonsson. Ja. Hier heb ik dan een datasetje van, ja, van 13 personen, hè, dus superklein, 13 personen. En ik neem het logaritme van het jaarlijkse inkomen. Al die 12 eerste observaties die liggen tussen 9,8 en 10,8. Hè, en er is één persoon die zit op 15,21. Hè. Jim een fraudeur, dat hoeft zeker niet, maar het is wel duidelijk dat Jim een uitschieter is. Hè, dat hij wel degelijk een pak meer verdient dan de andere mensen. En we zouden die dus graag met zo'n anomaliedetectietechniek kunnen aanduiden. Als we dat echter doen met klassieke statistische schatters, hè, sample mean, de sample standaard deviatie, dan zien we dat Jim een waarde krijgt van 2,9 en dus niet gedetecteerd zal worden. Wel dat die klassieke schatters die worden zelf ook beïnvloed door die uitschieters. En standaard deviatie, doordat Jim zo hoog is, hè, dus hier voegen we Jim toe en daardoor ja, stijgt die standaard deviatie enorm. Het gemiddelde wordt ook licht aangepast, waardoor ook die z-score zal aangepast worden. Als we robuuste schatters gaan gebruiken, zoals bijvoorbeeld de mediaan en de interquartier range, hè, we rangschikken alle observaties van klein naar groot en we nemen de middelste waarde, of we nemen het verschil tussen het derde kwartiel en het eerste kwantiel, dus 75% kwantiel min 25% kwantiel, dan zien we dat die gegevens, die schattingen, niet zo beïnvloed worden door die uitschieter. En op die manier vlaggen we Jim ook duidelijk, is die groter dan 3. Alternatief in die univariate data is het nemen van een boxplot, die dat natuurlijk boxplot-interval heeft. Herinner, zo'n boxplot, hier wordt de mediaan gebruikt en in uw uitschietersinterval wordt de IQR gebruikt. Dus een heel standaard techniek die dat eigenlijk alle automatisch robuuste schatters, geschatters voor locatie en schaal. Opnieuw had ik gezegd, als die data niet normaal verdeeld is, worden vaak te veel uitschieters aangeduid. Je kan je data dan op voorhand transformeren. Je zou ook die adjusted boxplot kunnen gebruiken van collega Mia. Meeneemt. Ja, dus dat is een alternatief om die uitschieters te detecteren voor scheve data. Ik heb al gezegd, die fraudeurs zijn heel goed om zich ja, te verschuilen, te doen alsof dat die normale transacties doen, of dat die normale personen zijn. En vaak met univariate uitschieterdetectie ga je die ook niet kunnen detecteren. Ja. En daarom is het belangrijk om eigenlijk ook naar multivariate detectie te gaan kijken. Ja, stel hier opnieuw heel eenvoudig bivariate. Gewoon omdat we het onder wat data plot nemen, worden die niet gedetecteerd. Want als ik projecteer op de x of op de y-as, ligt die waarde gewoon tussen de rest van mijn observaties. Wat je dan kan doen, is gaan kijken naar een Mahalanobisch afstand of een gegeneraliseerde afstand. En dat is eigenlijk een uitbreiding van uw z-score. Je z-score doet min uw gemiddelde gedeeld door uw standaarddeviaties. Nu doen we minus ons ja, multivariaat gemiddelde. En in plaats van te delen door onze standaarddeviatie, vermenigvullen we hier met inverse van onze covariantiematrix. Ja, dus daar houdt rekening met de afhankelijkheid in uw data. Als we hier voor die covariantiematrix de eenheidsmatrix nemen, dan hebben we gewoon de Euclidische afstand. Waarom is die niet goed? Wel, stel dat we hier dat gemiddelde bepalen, dat zal ongeveer hier zijn. Als we dan de afstand naar dit punt kijken, ligt dat eigenlijk verder dan de afstand in deze richting. Dus we willen op een of andere manier die covariantie, die afhankelijkheidsstructuur meenemen. En dus in deze richting kan het niet zo kwaad om ver te liggen, maar in deze richting wel. Ja, en dat doen we met behulp van die covariantiematrix hier mee te nemen. In plaats van dan te kijken of die waarde groter of kleiner in absolute waarden is dan 3, gebruiken we hier het kwantiel van de g-kwadraatverdeling. Ja, waardoor we niet gaan uitleggen waarom dat juist die verdeling is. En als we dan een heel simpele dataset in R nemen, de Land Animals data, die bevat 28 dieren met hun bodyweight, hun lichaamsgewicht en het gewicht van hun hersenen. We nemen daar het logaritme van en dat geeft ons volgende scatterplot. Opnieuw, ik doe dat hier gewoon in 2 dimensies, omdat ik het dan kan illustreren. Hè, maar die technieken werken voor 100.000, 10.000 variabelen tegelijkertijd. Als we kijken welke afstanden kleiner zijn dan die cut-off waarden en we kijken dan aan de punten die dat daaraan voldoen, in het bivariate geval komt dit dan overeen met zo'n ellips. En dat is de ellips die dat we hier krijgen.
tevreden zijn, want deze zijn toch iets uitwijkend, maar die ellipsis opnieuw beïnvloed. En MCD is zo'n door collega Peter Rousseau. Ja, ik kan niet de details vertellen, maar dat is een robuuste schatter voor die covariantie en voor dat gemiddelde. En als we die gebruiken, dan krijgen we hier die rode ellips. En via die rode ellips worden deze punten wel duidelijk geduid als uitschieters en krijgen we hier zelfs ook twee randpunten. Ter verduidelijkheid, dat is gewoon onze klassieke schatters, maar waardoor we deze drie punten hebben geschrapt. En dat is wat daar robuuste statistiek doet. Die is niet sensitief aan die uitschieter, die fit de meerderheid van de punten, dus die komt vaak overeen met de klassieke schattingen waar dat je de uitschieters van hebt weggedaan. Als je dan gaat kijken, die vijf punten die dat wij hier vinden, zijn dat dan fraudeurs in onze dataset van dieren? Ja, uiteraard niet echt, maar dat zijn wel juist de enigste drie dinosaurussen in die dataset. En dat zijn de mensen, een paard, een kat, een giraf, een gorilla. Dan zien we wel dat die vijf inderdaad wel een afwijkend patroon hebben in de verhouding body versus brain weight. Ja, dus dat is interessant om die dan toch te bestuderen. Ja. Er bestaan ook andere technieken uit meer de machine learning literatuur. Local LOF, local outlier factor, is een heel populaire, distance gebaseerd. Een andere zeer populaire en succesvolle techniek is isolation trees, die dat eigenlijk zo snel mogelijk probeert te splitsen om punten te isoleren, die dat we ook vaak gebruiken en zeer zinvol is, maar waar ik geen tijd heb om in de details te gaan. Maar het is dus zeker interessant om een aantal van die anomaly detection technieken ook toe te passen en te kijken wat dat die resultaten zijn. Ja. En dan voor de laatste 5 minuten ga ik nog gewoon een grappige resultaat Benford Slaw presenteren, dat ook zijn toepassing heeft binnen fraudedetectie. Dus stel dat ik u vraag om een krant open te doen en je moet daar alle getallen aanduiden. En van elk getal kijk je dan naar het meest linkse getal. Dus hier, we zien hier 122 miljoen in de krant en we noteren die 1. En we richten ons enkel op die 1. En stel dat ik dat laat doen voor kranten of voor tijdschriften, eender waan, iedereen doet dat. En ik vraag u dan af, wat is de verwachte aantallen voor elk van die getallen van 1 tot en met 9? Cijfers starten met 1 tot en met 9. Wel, dan veronderstel ik dat veel van jullie zouden gokken dat die getallen even random zullen voorkomen en dat we dus ongeveer deze verdeling zullen hebben. Wel, Benford's Law zegt nu dat die verdeling van die getallen eerder zo zal zijn en dat bijvoorbeeld het getal 1 bijna 30% voorkomt en getal 9. En hoe hebben Benford, en eigenlijk was Newcomb eerst, maar met zoveel stellingen in de wiskunde is de naam van de stelling vaak niet degene dat het eerste heeft ontdekt. Dus eigenlijk was Newcomb de eerste. Benford daarna nog wel veel aan toegevoegd. Ze hebben dat eigenlijk gekeken door in boekjes van logaritmes, dat daar heel veel, vaak de eerste pagina's veel vuiler waren dan de laatste pagina's. Dus dat men vaker een 1 opzocht dan een 9. En vroeger werd dat gebruikt om getallen met elkaar te vermenigvuldigen. En Frank Benford heeft dan een paper geschreven. En in dat paper staat deze tabel. En daar heeft hij toen nog met de hand lengtes van rivieren, populaties in steden, die getallen in kranten, wiskundige constanten, wiskundige rijen, doodcijfers, etc. Heeft hij al bekeken. Dus je ziet heel veel cijfers met de hand bekeken en stelkens genoteerd hoeveel starten met 1 en 2, etc. En dit is Benford's gemiddelde over al die cijfers. En hier zie je die apart. En je ziet dus heel vaak, die 1 zal veel vaker voorkomen dan die 9. Dus dat is een verrassend resultaat vaak, maar heel leuk om te zien. En Nigrini, die heeft een boek hierover geschreven, Benford's Law. En je ziet hier al dat wordt toegepast in forensic accounting, auditing en fraud detection met een aantal voorbeelden. Nu op Netflix is er ook een serie Connected van Latif Nasser. Episode 4 gaat ook over digits en die gaat voornamelijk over die Benford's Law. Uiteraard geldt dat niet voor elke dataset, maar wel veel datasets die dat eigenlijk getallen voorstellen, waar dat er geen relatie is, die dat eigenlijk zo multiplicatieve groeien. En die voldoen wel
aan die Benford slaat. Dus bijvoorbeeld accounting transactions, creditcard transacties, customer balances, debt rates en die voorbeelden van de aan die wet. Ja. Welke niet, hè, als er bijvoorbeeld een bepaalde structuur in de getallen is, als er een bepaalde structuur is, of er is een lower of een upper bound, of het zijn identificatienummers, dan geldt die natuurlijk niet. Ja. Omdat die voor veel van die nummers wel geldt, hè, heel veel fraude wordt natuurlijk gepleegd door eigenlijk nummers te verzinnen. Ja. En de nummers die dat jij verzint, die zullen vaak niet voldoen aan Benford's Law. En daarom eigenlijk, hè, in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld voor taxfraude na te gaan, wordt eigenlijk alle getallen dat in het taxdocument staan, die worden Benford's Law toegepast. En degene, de datasets die het minste voldoen aan Benford's Law, dat zijn degene de fraude-experts daar zullen onderzoeken. Ja. Dus opnieuw, hè, een soort van ja, data-driven approach maken. En Benford's Law is ook al toegepast in bijvoorbeeld in 2009 in de Iraanse verkiezingen om aan te tonen dat er fraude was met de verkiezingen, is Benford's Law daar zelfs in de rechtszaak als evidence, als bewijs toegepast. Ja. En dus ook in forensic accounting en voor claims fraud, check fraud, et cetera. Ja. Een voorbeeldje in dat boek van Nigrin is bijvoorbeeld, iemand kan zijn kosten indienen. We doen voor al die personen die hun kosten indienen, doen we Benford's Law. Deze voldoet er niet aan. We zien die 7 is veel hoger, we verwachten meer 1. Als men dat dan in detail bekijkt, die persoon, als die kosten had, die had begonnen met een 1, die maakte daar een 7 in voordat hij dat inscande en probeerde zo meer geld terug te vragen. En dat zie je dan bijvoorbeeld via Benford's Law. Uiteraard weten nu ook fraudeurs, dat als je getallen moet verzinnen in je tax, dat dan beter is om Benford's Law toe te doen, om zo getallen te genereren. En dan wordt er nu ook vaak gekeken naar de eerste 2 nummers, waar je ook gewoon die wet voor kan gebruiken. Dus gewoon die kat-en-muisspel. En als je bijvoorbeeld voor die eerste 2 nummers alle populaties van 20.000 steden van de Verenigde Staten in 2009 plot, dat is een dataset in dat boek van Nigrini, dan zie je dat dat je histogram is, dus gebaseerd op de geobserveerde data. En die rode lijn, dat is Benford's Law. En het is bijna akelig hoe goed dat daar aan voldoet. Ja, en dat geldt dus voor heel veel cijfers, is een grappig fenomeen. Ja, en daarmee zijn we gekomen tot mijn conclusies. Dus ik heb nou vrij breed gehouden, zonder ergens te diep in te gaan. Maar uiteraard, als iemand meer informatie over iets wilt, of ooit onderzoek hierin wil doen, ben ik zeker altijd bereid om meer uitleg en meer op de wiskunde in te gaan. Belangrijkste conclusies zijn dus die instituten die moeten echt nadenken over hun fraude detectie. En meer worden daar statistical data science voor gebruikt. Die machine learning modellen zijn belangrijk, maar ook die feature engineering is heel belangrijk. Niet enkel in fraude. Op dit moment ben ik guest editor in het journal Machine Learning. En daar hebben we nu een special issue rond feature engineering. Dat binnenkort zal verschijnen met een aantal papers in verschillende domeinen waar dat echt blijkt door die feature engineering dat je de performantie hard kan laten stijgen. Geïmbalanceerde dataset, ongebalanceerd, dat daar een aantal technieken voor bestaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met die kost? Ook bijvoorbeeld in creditrisk en insurance predictie, is die cost sensitief of profit-driven techniek wel belangrijk. En probeer soms ook eens te kijken naar anomaly detection technieken, een supervised methode, om dit nog aan te passen. Dan een paar referenties. Ja, we hebben ook enkele online cursussen, maar in elk geval opnieuw bedankt om jullie vrijdag als Netflix of Disney Plus of streams. Dus ja, bedankt. Oké, ja. Jij ook heel erg bedankt. Al was heel interessant. We kunnen nu zien of dat er mensen vragen hebben. Ik zal de vragen even voorlezen. Ja. Dus van Jeff. Had hij iets verteld over hoe gelijkaardige methoden kunnen toegepast worden op het detecteren van het witwassen van geld? Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Waar kijk je dan naar? Dus ook bij het witwassen van geld, elke bank moet aantonen dat hij zijn best doet voor anti-money laundering technieken. Daar is dat ook
ook heel veel nog op iets vreemd is gedaan in historische data. Dan probeert men regels te vinden, patronen af te leiden om gelijkaardige zaken in de toekomst te vinden. En daar dus ook zitten we met dat imbalance probleem, willen we machine learning technieken toepassen, et cetera. En proberen we dus ook die speld in die hooiberg te vinden. Wat dat vaak nog bij anti-money laundering een extra moeilijkheid is, is dat sommige zaken vindt men echt op basis van de data. Dus door heel veel transacties van personen op de juiste manier te aggregeren en door de juiste features te creëren, vinden we wel terug, hier is nu iets eigenaardig aan het gebeuren of beginnen te gebeuren dat we best in doog houden. Maar soms vindt men ook echt pas bewijs van dat witwassen nadat men dan eigenlijk detectieven zet en bijvoorbeeld dat ook Facebook of andere online zaken in doog houdt. En dan zeker die privédetectives niet, maar want et cetera, moet je allemaal meenemen. Dus dat is wel een heel uitdagende onderzoeksgebied. Maar zeker voor die eerste patronen en die eerste zaken te detecteren, worden wel gelijkaardige technieken als hier gebruikt. Zeker dan die machine learning technieken en goed nadenken over die feature engineering. Beantwoord dat uw vraag was, chef? Ja, sorry. Moeilijke interactie natuurlijk. Ik denk dat dat wel oké is. Statistiek. Die statistical learning is er nog zo wat de belangrijkste taal. Alleen de meeste recentelijk gepubliceerd. Dus voor mijn onderzoek zit ik heel vaak in R te werken. Voor zaken toe te passen in bedrijven heeft Python toch wel voordelen. En dus eigenlijk bijvoorbeeld de projecten dat wij met Boltzmann doen, die zijn eigenlijk altijd in Python. En ook tegenwoordig mijn doctoraatstudenten, de helft daarvan is ook op dat toepassen in de praktijk, heeft Python toch wel voordelen, is het vaak makkelijker om die API om te zetten. En zeker dan voor ook machine learning algoritmes van computer science komen dan weer meer recente vaker in Python terecht. Het is een mix. Soms zetten we ook echt technieken van R in Python of technieken van Python in R, want bijvoorbeeld het onderzoek rond die penalty terms, et cetera, en bijvoorbeeld ook op dit moment nog altijd wel meer pakketjes in R. Dat is ook natuurlijk sterk in Python aan het komen, maar beide te werken. Maar als echt iets in de praktijk moet geïmplementeerd worden, heeft op dit moment Python zeker mijn voorkeur. Julia ben ik ook erg fan van. Ik geloof ook echt dat dat nog heel belangrijk gaat worden. Nu, ik zei 5 jaar geleden al wel dat dat nu heel belangrijk ging zijn. Daar was ik een beetje mis mee. Maar blijf ik ook een heel leuke taal vinden. Oké. Dan een vraag van Doreen over Binford's Law. Of dat er ook een bewijs of een redenering achter zit van waarom dat die eigenlijk zo is. Dus inderdaad, achter Binford Law zit heel veel wiskunde achter. Er bestaan ook echt testen om te kijken of dat je data echt volgt, et cetera. Dus heel veel assumpties en hypothesetesten kan je daar heel simpel uit te leggen. Eigenlijk een beetje veronderstellen dat die ongeveer uniform verdeeld zijn. Maar er zit dus theorie achter en je kan daar zeker zeer wiskundige papers over terugvinden. Oké. Twee vragen van Stan. De eerste over interpreteerbaarheid. Je noemde Shep en Line en de regulator. Welke methode, en niet per se een van die twee, heeft de voorkeur als je met zo'n regulators werkt? Ja. Voor de regel. Bijvoorbeeld, ik ben nu bijvoorbeeld aan het denken, als je een kredietrisicoproject hebt, om te zeggen of dan een bepaalde persoon een lening krijgt of niet. Op dat gebied wordt bijvoorbeeld geëist dat dan zijn. En op dit moment wordt zelfs die feature importance
met behulp van CHAP of LAN als geldig beschouwd. Dus echt voor het model. Uiteraard doen wel heel veel bedrijven die meer geavanceerde blackbox technieken, doen die wel voor interne processen, doen die dat wel. Om ook te kijken, hoe goed is mijn datakwaliteit? Moet ik eigenlijk in mijn whitebox modellen moet ik nog meer nadenken over transformaties, over niet-lineaire patronen op een of andere manier toch te kunnen detecteren door een soort van binding te doen, et cetera, of door transformaties te nemen van mijn of moet ik meer focussen op extern onderzoek naar gedaan? Dat wel dat aan een bepaald moment ook meer aanvaard zal worden. En tussen CHAP of LIME, we zitten natuurlijk met die lokale of die globale die begrijpt en die je analytisch gewoon perfect kan uitleggen. En dat was het punt dat ik daar ook bedoelde. Hij vraagt hier ook welke methode het beste zou zijn in een rechtszaak. Of welke dat eigenlijk meest geaccepteerd wordt als bewijs. Oei. Dat weet ik niet. Ik veronderstel inderdaad gebaseerd op die Chapley, maar wat dat het meeste in zo'n rechtszaak of zo, daar heb ik echt geen ervaring mee, dus daar kan ik ook geen uitspraken over doen. Nog nooit daarvoor nodig had of iets mee moeten doen. Dus dat kan ik niet op antwoorden. Voorlopig de laatste vragen. Misschien nog eventjes wachten, want er kan misschien nog een vraag. Bedankt voor het antwoord. Ja, super, graag gedaan. Ja, ik denk dat de vragen waren. Super. Nog eens bedankt om uw lezing en uw uitleg te geven. Nee, bedankt om te volgen en bedankt voor de interessante vragen. Dus, goed. Ja. Oké, super. Dan denk ik dat we hier ongeveer kunnen afronden. Tenzij er nog een brengende vraag zou binnenkomen. Nogmaals, ook bedankt aan de kijkers om mee te volgen van thuis uit. En hopelijk dat we dat nog eens kunnen doen. En misschien in het tweede semester dat we nog eens kunnen organiseren. Laat ons hopen, inderdaad. Oké. Dan gaan we hier afronden. Prima. Fijn weekend iedereen en hopelijk blijft iedereen gezond en kunnen we inderdaad snel terug gewoon samen zijn en interactie hebben. Dat hoop ik ook.